Er zitten er nog drie, maar eentje is bij de kinderdienst. Maar we zijn met het hele gezin gekomen. En dat is wel eens wat anders. Levi heeft er ook heel veel zin in, hè Levi? Oké, fijn man. Ik wil met jullie iets lezen uit de Bijbel. En eigenlijk drie stukjes. Eerste uit 1 Korinthe hoofdstuk 4. En het tweede uit 2 Korinthe, twee stukjes. Dus eerst uit 1 Korinthe en dan uit 2 Korinthe. Ben ik goed verstaan? Ja, hè? Oké. 1 Korintiërs 4, vers 17. Er waren wat mensen in die gemeente daar die de invloed en het gezag van de apostel Paulus betwisten. Ze wilden de Korintiërs eigenlijk een beetje loskoppelen van hem en van zijn onderwijs. En dan zegt hij in vers 17. Daarom heb ik Timotheus naar u toegestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heere. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs. Maar sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan alsof ik niet naar u toe zal komen. Maar ik zal spoedig naar u toe komen zoals de Heer wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan niet de woorden leren kennen, maar de kracht. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En dan, zoals ik zei, 2 Korinthe en dan hoofdstuk 4 ook. Dus dat is makkelijk te onthouden. 1 Korinthe 4, 2 Korinthe 4. Vanaf vers 7, daar gaat het over het feit dat de mensen die de boodschap brengen van de verhoogde, verheerlijkte Heer, de mensen die echt de gezonde leer brengen eigenlijk in de gemeente, dat die niet uiterlijk heel krachtig overkomen. Maar, zegt hij, vers 7, wij hebben deze schat, ik zal zo dat toelichten, in aarden kruiken. Omdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Dat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. En dan het laatste stukje uit hoofdstuk 12. En dan hebben we de schriftlezing zo gehad. Hoofdstuk 12 van deze brief, tweede brief aan de Korintiërs. Vanaf vers 7... Paulus vertelt daar iets wat hij heeft meegemaakt, een geestelijke ervaring. Maar zegt hij in vers 7, opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een door in het vlees gegeven. Een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Er staat eigenlijk, opdat de kracht van Christus op mij tabernakelt. Dat staat er eigenlijk. Op mij woont. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolging, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, de Heer Jezus vierde inderdaad het avondmaal, het laatste avondmaal met zijn discipelen. En hij heeft ze toen voorbereid op het feit dat hij zou vertrekken, dat hij zou heen gaan, hij zou naar de hemel gaan. Hij zou hen achterlaten, maar niet als wezen, hij zou hen de Heilige Geest geven. Hij zou zelf in hen komen wonen, Johannes 14 vers 18, ik kom tot u. En ze zouden op een hele bijzondere wijze verbonden worden met hem, nog veel bijzonderder dan toen hij lichamelijk onder hen was. Dat is met ons ook zo.
als jij gelooft in de Heer Jezus Christus, dan bent u, dan ben jij op een hele bijzondere wijze met hem verbonden door de Heilige Geest die in jou woont. En vanochtend wil ik eigenlijk nadenken over de vraag, hoe werkt dat dan? Dat wij als gelovigen die nog hier op aarde zijn en verbonden zijn met de Heer Jezus die daarboven is, hoe werkt die kracht in ons van God, zodat wij hem hier vertegenwoordigen op een manier zoals hij dat wil? Want toen hij naar de hemel ging, heeft hij in heel het bijzonder zijn apostel Paulus geroepen om de gemeente te onderwijzen over hoe zij zich moeten gedragen hier op aarde in die 2000 jaar dat hij al weg is. En dat heeft hij net aangegeven. Ik heb het gelezen in hoofdstuk 4 van 1 Korinthe. Dus kunt u misschien nog even naar teruggaan. Vers 17, daar zegt hij dat Timotheus, en ik doe dat vanochtend ook een beetje, dat jullie in herinnering brengt de wegen van Paulus, mijn wegen, dus wat hij onderwees, zoals hij als het ware namens de verheerlijkte, verhoogde Heer in elke gemeente hetzelfde onderwees. Dat zegt hij in vers 17. Niet zo dat in Efeze iets anders werd gepraktiseerd dan in Korinthe, maar overal heeft hij, Paulus, en de zijnen, daar gaat het in 2 Korinthe 4 over, heeft hij als het ware de mensen willen vertellen, zo behoor je je te gedragen, opdat de kracht van God, en daar ga ik het vanochtend over hebben, werkzaam is in jouw leven. Want ja, heb elkaar lief, was elkaar de voeten enzovoort. Ja, dat is niet iets wat wij uit onszelf kunnen. We kunnen niet elkaar lief hebben zoals hij dat heeft gedaan. Dat moet de Heilige Geest in ons bewerken. Maar de vraag is, hoe werkt dat dan? Ik wil daar iets over zeggen en dat is best lastig. Ik heb daar ook de hele week wel een beetje mee geworsteld hoe ik dat nou ga brengen. Nou, even iets over Korinthe voordat ik daar naartoe ga. Die gemeente had drie problemen. En dat zijn precies dezelfde drie problemen als die wij ook vandaag overal zien. Het eerste was dat het moreel zonde werd toegelaten. Dus morele nalatigheid noem ik dat. Ze hadden problemen met seksualiteit, ze lieten allerlei vormen van seksualiteit toe buiten het huwelijk, zoals dat door God is ingesteld. Dat kun je lezen in 1 Korinthe 5. En daarmee zegt Paulus, het zuurdeeg is helemaal doorzuurd, omdat jullie niet zuiver zijn in je seksualiteit. Maar ook, ze zochten recht onder elkaar, ze sleepten elkaar voor de rechter. Echtscheidingen, hoofdstuk 7 van 1 Korinthe, dat daar gingen ze ook verkeerd mee om. Dat was het eerste probleem. Het tweede probleem was gemeentelijke wanorde. Avondmaal, ze deden maar wat, kun je lezen in hoofdstuk 11, en de Heer moest daarin tucht geven. Gaven gingen ze ook verkeerd mee om. Ze dachten, de uiterlijke dingen zijn belangrijker dan de innerlijke dingen. Dus als het een beetje cool eruit ziet, tongentaal, profetie, genezing, dan moeten we daar met z'n allen naar streven. Maar hij zegt, nee, streven naar de hoogste gaven. Ik ga daar nu niet uitgebreid op in. En het derde probleem was dat er verkeerde leer was, omtrent de persoon van de Heer Jezus. En wat doet Paulus in die eerste brief? Hij doet het volgende. In de eerste 10 hoofdstukken pakt hij dat morele probleem aan van die mensen. En dan in hoofdstuk 12, 13, 14 de gemeentelijke wanorde. Door uit te leggen dat als de Heilige Geest iets doet in de gemeente, dan zal dat altijd leiden tot de uitspraak dat de Heer Jezus Heer is. Hoofdstuk 12, vers 3. En het zal niet leiden tot het feit dat mensen op de voorgrond komen, maar dat Christus, de Heer Jezus, centraal komt te staan. En het derde wat hij doet is die valse leer ontmaskeren in hoofdstuk 15. Nou, ze hadden geluisterd naar hem. In hoofdstuk 7 van de tweede brief kun je lezen dat Paulus blij is dat ze hun praktijk hadden bijgesteld. Ze hadden die meneer die samenwoonde met de vrouw van zijn vader, die hadden ze uit de gemeente gezet.
En die meneer was tot bekering gekomen. Die meneer had ontdekt dat het niet goed was. Ze hadden hem weer in hun armen genomen. Paulus is daar heel blij mee. Alleen er was nog één probleem. En dat probleem is dat er allerlei verkeerde personen in de gemeente waren die verkeerde leer brachten. Als je even mee wil gaan naar hoofdstuk 4, vers 15, dan staat er met een soort sarcastische ondertoon: al had u 10.000 leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders. In Christus Jezus heb ik u immers door het evangelie verwekt. Dus ze luisteren liever naar 10.000 leermeesters, bij wijze van spreken, allerlei visies en leringen, in plaats van dat ze luisteren naar hun vader, de apostel Paulus. En dat is vandaag ook zo. Vandaag wordt er van alles verteld en verkondigd. Maar de vraag is, komt het overeen met het woord van God? Komt het overeen met wat de apostel Paulus heeft onderwezen over hoe wij als gelovigen ons moeten opstellen? De Bijbel zegt dit: er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen die het gehoor strelen. 2 Timotheus 4 vers 3. Wat betekent dat? Dat betekent dat vandaag wordt er een christendom gepresenteerd zonder het kruis. En de kracht van God, dat gaan we zo zien, gezondheid. De kracht van God openbaart zich als het kruis wordt toegepast. Wat bedoel ik daarmee? Nou, een makkelijk christendom betekent, jij bent oké, jij bent goed, je bent geweldig, je mag er zijn. En je hebt de Heer Jezus erbij en dan komt het helemaal goed. Maar het kruis zegt, nee, wacht eventjes. Dat kun je lezen in 1 Korinthe 2. Wij prediken Christus de gekruisigde. En het kruis betekent een einde aan de mens. Een einde aan onze wijsheid, onze kennis, onze filosofie, onze ideeën, onze gedachten over hoe het moet gaan. Het kruis rekent ermee af. En het kruis zegt, de mens zoals die uit Adam is geschapen, die heeft God op dat kruis geoordeeld. We hebben net iets gehoord over dat hij onze zonde heeft gedragen op het kruis. Maar God heeft nog meer gedaan dan dat. Hij heeft de hele mens zoals die oorspronkelijk geschapen is uit Adam op het kruis veroordeeld. Dat is voor ons een hele pijnlijke boodschap. En daarom las ik net voor 2 Korinthe 4. Paulus werd vervolgd. Ja? Hij had een welbehagen in benauwdheden. Want als je die boodschap brengt van het kruis, dan krijg je heel veel tegenstand. De mensen willen dat niet horen. Ze hebben liever iets wat de oren streelt. Ze hebben liever een boodschap waarin ze worden geprezen. Nou, dat is helaas niet de waarheid. En daarom zegt hij in hoofdstuk 4, kijk maar mee, vers 16 heb ik niet voorgelezen. Er staat, ik roep u er dus toe op, word mijn navolgers. Dat betekent, probeer nou eens te leren van de apostel Paulus, zoals hij dat in elke gemeente leerde, hoe de kracht van God openbaar wordt. En dat is door het kruis. Word mijn navolgers en niet de navolgers van de oppervlakkige tegenwoordige leer. En dan zegt hij in vers 20, het koninkrijk van God bestaat niet in woorden. Dus niet en prachtige redeneringen en theologische uiteenzettingen, maar het koninkrijk van God, dat waar we nu in zijn, het verborgen, onzichtbare koninkrijk, dat bestaat in kracht. Wat voor kracht is dat? Dat is de kracht van een veranderd leven. Dat is de kracht van volhouden, ondanks moeite. Dat is kracht. Kracht is de Heer Jezus volgen, de Heer Jezus liefhebben, de Heer Jezus dienen, ondanks moeite, ondanks lijden, ondanks dat we niet zien dat Hij alles voor ons oplost, zoals wij dat willen. Dat is kracht. En in die gemeente waren vele mensen die roemden in het vlees. Dat kun je lezen in hoofdstuk 11, vers 18 van de tweede brief, daar staat dit. Velen roemen naar het vlees. Die doen zich mooi voor.
Die komen met een soort kracht wat uiterlijk is. Maar de apostel wil graag dat jij, dat u, dat ik een kracht openbaren van binnenuit. En die kracht is een leven dat steeds meer en meer gaat lijken op het leven van de Heer Jezus. Van heerlijkheid tot heerlijkheid noemt hij dat. Maar daarvoor moeten we wel navolgers zijn van deze apostel, van wat hij heeft onderwezen. Zijn leer, zijn leven. Je hebt nagevolgd mijn leer, mijn wijze van bedoeling, mijn liefde, mijn vervolgingen. 2 Timotheus staat dat. En dat was Christus. Hij verkondigde Christus en hij leefde hem uit. Hij leefde hem voor. Kijk maar even bijvoorbeeld naar hoofdstuk 2 van de tweede brief, als u even met me mee wil. 2 Korinthe 2. Vers 4. Soms moest hij ze hard aanspreken. Hij moest ze vermanen. Hij moest ze op een plek zetten weer. En dan staat er: want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven. Dat is die eerste brief. Jongens, stop nou met het toelaten van die seksuele onreinheid. Stop nou met het zo makkelijk toestaan van echtscheidingen. En stop nou met het elkaar voor de rechter slepen. Hij moest ze dat schrijven, maar dat was voor hem een strijd. Staat er. Onder veel tranen, zie. Dat is het hart van Christus. Want het ging hem aan het hart dat de Heer Jezus niet gezien werd in Korinthe meer. Onder invloed van die verkeerde mensen. En dan staat erachter, niet omdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb. Inderdaad. Maar de liefde betekent, broeders en zusters, dat de waarheid gezegd wordt. En de waarheid is niet altijd fijn. De waarheid is, we moeten het over hem hebben. En niet over onszelf. Het moet gaan over Christus en die verheerlijkt. Nou, die mensen in Korinthe die zichzelf promoten, die zichzelf verkondigen, dat zien we vandaag ook overal. Dat mensen willen dat je achter hen aangaat, achter hun visie, maar ze brengen je niet bij Christus en ze laten je daar. Nou, als je nou even hoofdstuk 4 gaat van die tweede brief, dan zie je nog iets over die kracht. Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Als jij, als u iets laat zien van Christus, dan is daar kracht voor nodig. Maar als je hoofdstuk 4 van de tweede Korinthebrief leest, dan zie je eerst in vers 7, die schat in aarden vaten, dat is Christus kennen. Maar dat vat waarin die schat is, dat is je lichaam, dat is van aarde. Dat is breekbaar, dat is broos. En Paulus zegt eigenlijk dit. Hij zegt, als je mij vergelijkt met die leraars die zichzelf promoten, dan zie je iemand die zwak is. Dat zullen we zo meteen hoofdstuk 12 ook zien. Als de wereld naar jou kijkt en iets wil zien van de Heer Jezus, dan zien ze allereerst een aardenvat. Want in de wereld geldt het volgende. Als je iets over wil brengen, moet je een krachtige persoonlijkheid zijn. Maar bij God is het andersom. Als je zijn schat wil overbrengen, Christus, kijk maar naar hoofdstuk 4, vers 6. Daar staat, hij heeft in onze harten geschenen tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God. In het aangezicht van Jezus Christus. Als u de Heer Jezus kent, heeft u een schat in aardevaten. Hij woont in u en u verheugt zich in hem. Maar uw lichaam is niet altijd even indrukwekkend sterk, zoals de wereld dat verlangt. En dan staat erachter, in vers 7, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Paulus zegt eigenlijk dit. Hij zegt, wij, de apostelen,
zijn het tegenovergestelde. Van de bedriegelijke arbeiders, uit hoofdstuk 11 vers 13. De mensen die komen met hun eigen visie, met hun eigen leer. Bij ons zie je zwakheid. Bij hun zie je uiterlijke kracht. Maar bij ons is er innerlijke kracht. Want als ik, zoals de wereld, het evangelie zou brengen, dan zou de kracht afhangen van mijn presentatie. Maar hoe zwakker ik word, hoe zwakker u bent, hoe krachtiger de Heere God kan werken in uw leven. En dat zie je in vers 8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Kent u dat een beetje of niet? Misschien heeft u wel eens gehoord van iemand die zegt van ja, maar als je de Heer Jezus volgt, dan is er kracht en dan zijn er wonderen en tekenen en dan gaan we dat ook allemaal doen. Nou, vergeet het maar. In alles verdrukt. Je krijgt het juist zwaarder als je de Heer Jezus wil vertegenwoordigen. Het wordt moeilijk. Maar niet in het nauw gebracht, dat is die schat. Christus is altijd de uitweg. Waarom wil God dat je in het nauw bent? Waarom zou hij toestaan, net zoals het volgende vers zegt, in twijfel? Waarom laat hij dat toe in je leven? Nou, omdat hij graag wil dat je volkomen afhankelijk wordt van hem. Dat het zou blijken straks dat Christus de kracht is in je leven en niet jezelf. Vers 9, wij worden vervolgd. Dat komt door dat kruis, weet je wel. Iemand die het kruis niet brengt, wordt ook niet vervolgd. Maar niet verlaten, neergeworpen. Misschien voel je je vanmorgen wel neergeworpen. Misschien, en dat is echt een principe in het koninkrijk van God. Misschien ben je wel moedeloos. En dat laat hij toe. Van tijd tot tijd. Omdat je moet leren dat de kracht niet in jezelf zit. En dat is voor mij persoonlijk ook een hele moeilijke les. Want ik spreek regelmatig en iedere keer weer houdt de Heer mij klein door allerlei omstandigheden om me duidelijk te maken, het is niet van jou afhankelijk. Al stop je morgen, het zal echt niet slechter worden in Nederland als jij zo stopt. Het gaat niet om jou, het gaat om mij. En dan zegt hij in vers 10, en dat is de kern eigenlijk, wij dragen altijd het sterven van Jezus mee in het lichaam. Dat betekent niet zijn verzoenende dood, maar dat betekent wat hij moest meemaken aan haat en aan onbegrip en vervolging, dat heeft hij ook meegemaakt. En iemand die de Heer Jezus verkondigt, is altijd iemand die een bepaalde zwakheid heeft. Het zijn geen krachtige figuren waar je makkelijk achteraan loopt. Het zijn mensen die zijn zwak. Uiterlijk zwak. Vers 11. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zie het principe. Wat is kracht? Kracht is het leven van Jezus. Hoe komt dat openbaar als u zwak wordt? Hoe wordt u zwak? Door de omstandigheden van het leven. Door iets. Gaan we zo zien, hè? Doorn voor het vlees. Er is altijd iets wat u zwak houdt als u echt Christus wil vertegenwoordigen in deze wereld. En dat is moeilijk. Dat is de strijd van vandaag. En als we nu even naar hoofdstuk 12 gaan, waar ik net ook heb uit voorgelezen, dan zie je dat hij een doorn voor het vlees had. Paulus verlaat er even het gebied van de algemene ervaring dat voor alle gelovigen geldt, hoofdstuk 4, speciaal ook voor de predikers. Hij heeft een ervaring gehad, hij is opgenomen in de derde hemel, nou dat kan niemand van ons zeggen. En zoals de meeste mensen vandaag zouden roepen, oh, ik ben daar geweest, ik ga er een boek over schrijven, zo is het in de hemel, ik heb iets ervaren met God, ik ga het gelijk vertellen, hij zegt nee, dat doe ik niet. Want, ja, hij moest het hier wel zeggen vanwege die aanvallen die op zijn persoon gedaan werden, maar hij zegt in vers 7, opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaring niet zou verheffen, is mijn doorn, dat staat eigenlijk niet in, maar voor het vlees gegeven. Als
als jij, als u Christus wil vertegenwoordigen, wilt u dat of niet? Is uw verlangen om als hem te zijn? Dan is de kans vrij groot dat er een doorn voor het vlees is in je leven. God wil dat jij klein wordt en dat Christus groot wordt. Hij wil dat jij minder wordt, zodat hij meer wordt. En hoe meer je van jezelf het verwacht, hoe minder Christus zichtbaar kan worden. En dat is dat die doorn. En we weten niet in het geval van Paulus wat dat was. Ik denk dat het te maken had met zijn lichamelijke ziekte. Want hij was als apostel toch verachtelijk voor mensen. Er wordt ook van hem gezegd, zijn openbare optreden is zwak. De Galaten die wilden hem zelfs bijna bespugen, staat er van... Ze hebben het niet gedaan, maar er was iets aan zijn uiterlijk waardoor hij niet overkwam als een apostel. En misschien heeft u dat ook wel. Heb jij dat ook wel? Dat je een doorn voor het vlees hebt. In alles verdrukt of in twijfel of geen uitweg ziende, er is iets waar je zegt, Heer, neem het weg. Als ik dat nou niet zou hebben, dan zou ik u veel beter kunnen dienen. Paulus heeft gebeden, vers 8. Wat zegt de Heer Jezus, vers 9? Mijn genade is voor u genoeg. En dan komt de tekst van vanmorgen is... Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik ken veel sprekers, collega's zou je kunnen zeggen. Nou, bijna allemaal hebben ze iets. Iets wat ze naar beneden haalt. Waar ze mee worstelen. Lichamelijk of wat dan ook. En dat is... dit principe. De kracht, het koninkrijk van God is niet in woorden, het is niet in geweldige, prachtige uiteenzettingen, maar het is het openbaar worden van Christus Jezus in jouw leven. Daarom zegt hij ook, wij verkondigen niet onszelf, wat die andere mensen dus allemaal wel doen. Hij zegt, maar Jezus Christus als Heer. Het koninkrijk van God is een heerschappij van Christus. Maar die heerschappij wordt openbaar in zwakheid van onze kant. Aardevaat. Ken je dat een beetje of niet? Misschien herken je het helemaal niet. Maar voor die mensen die dat herkennen, vanmorgen een bemoedigend woord. De Heer zegt tegen jou, tegen u, tegen mij, mijn genade is genoeg. Ik weet wat ik doe. Ik heb het toegestaan in je leven. Omdat ik zo graag wil dat mijn kracht openbaar wordt in jouw sterfelijk lichaam. Dat het leven van mijn zoon zichtbaar wordt in jouw huwelijk. Dat het leven van mijn zoon zichtbaar wordt in jouw relaties. En je bent nog niet zo ver. Want heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad, dat is nogal wat. Maar je bent op weg. En dan zegt hij, vers 10, en dat is heel tegengesteld aan wat we vandaag horen op veel plaatsen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden. Dat woord zwakheid, wat hier staat, zwakheden is precies hetzelfde woord wat wordt gebruikt in 1 Timotheüs 5, vers 20 voor Timotheüs. Gebruik een beetje wijn voor je maag en je vele zwakheden. Dat zijn lichamelijke problemen van Timotheüs. Die man had veel lichamelijke klachten. Paulus zegt, ik heb daar een welbehagen in. Ik vind het fijn als ik zwak gehouden word, zegt Paulus hier. Tegenover die mensen die daar allemaal geweldige boodschappen brachten, van kracht en overwinning. Hij zegt, nee, maar de kracht wordt openbaar in zwakheid. Smadelijke behandelingen, noden, vervolgingen, benauwdheden om Christus wil. Ik zeg niet dat elke ziekte of elk probleem hiertoe behoort. Want als er iemand onder u ziek is, ga tot de oudste van de gemeente enzovoort. Dat is een heel andere categorie. En bid voor elkaar dat u gezond wordt enzovoort. Dat is ook allemaal waar. En als er dan niet een oplossing is, als dat niet gebeurt, dan zegt de schrift, die zwakheden, die laat hij toe. Hij weet wat hij doet. Alle dingen werken mee. Dat is moeilijk. Het is geen theorie van mij, hoor. Het is in de praktijk... van het leven, dat ik dat heb mogen leren kennen ook.
in mijn eigen lichaam. Kent u de schat in aardevaten? Kent u de Heer Jezus als, zoals het zo mooi staat in vers 6 van 2 Korinthe 4, als de openbaring van de heerlijkheid van God, zoals Paulus hem verkondigde? Niet als alleen de mens die toen leefde en prachtige dingen deed, maar ook als degene die nu verhoogd is en in wie God nu volkomen welbehagen heeft vanwege zijn volbrachte werk, als de uitstraling van het wezen van God, zoals Hebreeën dat zegt. Kent u die schat of niet? Hem hebt u lief, zegt 1 Petrus, zonder hem te zien. En u verheugt zich in hem, ondanks uw zwakheden, ondanks uw strijd, met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. En die doornen die u heeft, waar u mee worstelt, voor het vlees, het staat niet in het vlees, want dat betekent, het zou iets echt letterlijk lichamelijk zijn, maar voor het vlees betekent, die doorn is bedoeld om dat vlees, onze eigen natuur, om dat naar beneden te halen, dat klein te maken. De Heer heeft het in zijn liefde toegelaten. Mijn genade is u genoeg. En tenslotte nog één stukje. Openbaring 3. Als u met mij mee wil. Bijna klaar, Levi. Ah, hij zei, hoe lang ga je spreken? Zeg een uur. Nou, dat was een grapje. Openbaring 3. Broeders en zusters, mijn boodschap is vanochtend eigenlijk, de kracht van God is vandaag iets wat wordt volbracht in zwakheid. Dat is altijd al zo geweest. Paulus deed de tekenen van een apostel. Dat is iets heel anders. Dat waren de tekenen en de wonderen die hij verrichtte als apostel. Maar dat geldt niet voor allemaal. De algemene weg is zwak. En vastklampen aan Christus. En dat zegt Openbaring 3 over de gemeente in de laatste dagen. Want als je nou even meekijkt naar hoofdstuk 3 vers 17, dat is de geest van de eindtijd. Daar staat, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Dat is het volkomen tegenovergestelde als 2 Korinthe 12. Dan gaat het allemaal om ik. Ik heb mij verrijkt, ik ben rijk geworden. Dat is de gemeente van Laodicea, de geest van Laodicea. Dan gaat het om, wat heb ik allemaal gekregen? Ik heb mij verrijkt met behulp van het geloof. En de Heer Jezus staat buiten de deur, zegt dan vers 20. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen Philadelphia, die gemeente die daar voorkomt, dat zijn alle getrouwe gelovigen in de laatste dagen. Hopelijk hoor jij er ook bij. Die zijn niet met zichzelf bezig, die zeggen niet, dat heb ik allemaal gekregen, en ik dit en ik dat. Nee, hij zegt daar in vers 8, en daar sluit ik mee af. Hij zegt, ik ken uw werken. Ik weet, je hoeft het niet van jezelf te zeggen zoals Laodicea, die hebben het altijd over zichzelf. Maar houd je mond maar dicht, ik ken je werk. Ik weet dat mijn kracht in zwakheid volbracht wordt. Ik weet dat Christus zichtbaar is. Al is het nog maar een beetje, ik ken het, ik weet het. En ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Als dat zo is, dan gaat hij zijn weg met jou. En er staat erachter, want u hebt weinig kracht. Het kenmerk van deze tijd is kleine kracht. Niet zoals in de eerste periode dat de mensen stonden te kijken van alles wat daar gebeurde in die gemeente. Zoveel kracht is daarvan uitging. Nu is het kleine kracht. Want, wat staat er dan achter? U hebt mijn woord bewaard, staat er eigenlijk, in acht genomen, mijn woord. Het woord van God, het woord van Christus, het is mijn woord. De schat in aarde vaten is Christus, gezien en gehoorzaamd in het woord van God. En dan staat erachter, en mijn naam niet verloopt. Het is heel moeilijk vandaag om vast te houden aan de naam van Christus. Als je het moeilijk hebt, als je te maken hebt met een doorn voor je vlees, als je te maken hebt met
verdrukking of benauwdheid of moeilijkheden. Om die naam los te laten. Maar Philadelphia, broederliefde betekent dat. Kom je terug bij het avondmaal. Heb elkaar lief. Die hadden die naam van de Heer Jezus vastgehouden. En gaat het jou, gaat het u echt om zijn naam? Is dat uw nummer één verlangen? Zijn naam. En zijn woord. Ziet u het verschil met Laodicea? Ik. En hier zie je mijn woord, mijn naam en mijn volharding. Nou, ik hoop dat u bemoedigd bent vanmorgen een beetje. Dat u ondanks uw zwakheid of uw doorn of wat het ook is, mag weten dat het de weg van de Heer is met u. Het is zijn verlangen, en het was dat van Paulus ook, om Christus zichtbaar te maken. En richt uw oog op hem. Ondanks kleine kracht. Voor God is dat veel kracht, maar voor de wereld niet zo. Amen. Ik wel uit. Trouwe God, Vader, dank u wel dat u een schat heeft gegeven in onze aardevaat, in onze aardekruiken, de lichaam. Heer, de innerlijke mens verheugt zich in uw zoon, terwijl de uiterlijke vervalt. Vader, en soms worstelen we met ziekte of met andere problemen en dan smeken we u hier om het weg te nemen en soms doet u dat gewoon niet. Heer, omdat u zo graag wil dat die kracht wordt volbracht in zwakheid. En we houden niet van zwakheid. Vader, de wereld houdt niet van zwakheid. Maar het is uw weg. Opdat uw kracht zichtbaar wordt, uw zoon, het leven van Christus. Geprezen zij uw naam. Amen. Dankjewel, Johan. Amen. Jazeker, Corrie. Dankjewel voor je troostrijke woorden. En ik wil even zeggen dat dit echt waar is. Dat wij dit de afgelopen jaren, ik denk samen ook als gezin, maar ik persoonlijk, echt ervaren heb. Ik heb zo vaak getwijfeld aan mezelf, dat ik denk van, wat doe ik fout? Ben ik niet goed genoeg? Waarom God niet ingrijpt of niet herstelt of er geen genezing komt? Waarom? Maar ik heb zoveel lessen geleerd in de afgelopen jaren die ik denk ik niet had geleerd als ons dit niet was overkomen. En ben ik nou heel erg blij dat dit allemaal gebeurt? Nee, helemaal niet. Want het is echt een heel moeilijk iets. En dat weten heel veel mensen, ook in onze gemeente, die in ellende meemaken en het heel moeilijk hebben. Maar dit is echt, echt waar. En ik voel me enorm getroost door dit woord. En ik kan ook zeggen dat er heel langzaamaan dingen gebeuren en er stapje voor stapje herstel komt. Dirk-Jan, dankjewel. En jij ook bedankt, Corrie. Het is jammer dat er een einde komt aan deze dienst. Ik heb geweldig genoten, moet ik zeggen. Dankjewel, Ruben, voor de aanbidding. Ik heb God echt kunnen aanbidden. Ik wil ook Daniel Krol, die is er nou niet, bedanken. Het is fantastisch om te zien wat die kinderen al beleven met God. En dat ze leren kiezen voor zijn liefde en wat God voor hem gedaan heeft. En dan is er vervolgens daarop het vaste voedsel wat Dirk-Jan ons meegeeft. Als je vanuit die liefde je eigen ik kan kruisigen aan het kruis, zeg maar. Als je je eigen op kan geven, dan is dat heel veel waard. En ja, ik heb van de week dus ook een aantal dingen meegemaakt met de voorbereiding van het avondmaal. Ik heb wat commentaar erop gekregen. En dan merk je gewoon dat je eigen ik op dat moment aan het kruis moet nagelen. Want anders dan schiet je in de verbittering en in de tegenaanval, zeg maar. Dus zo leren we onderweg te gaan met Jezus en zijn wil te doen, denk ik. De collecte mag zo opgehaald worden. Ik kreeg van Herbert een mailtje. Doen we geen tweede collecte meer? En ik ben nog niet zo lang oud, dus ik ben daar niet in ingewerkt. Dus ik ga nu iets doen. Ik ga de eerste collecte even afschaffen, omdat niemand op de tweede collecte had gerekend. En de tweede collecte, dat wordt dus de eerste collecte. We gaan alles weggeven vandaag. We gaan niks voor onszelf houden.
Die is voor Bert en Jenny de Ruiter, voor hun werk wat ze doen met moslims. En ik heb Kastar gisteren even over gebeld. En Bert en Jenny die staan echt naast de moslims. Ze gaan ernaast staan en laten zien wat het is, wat een leven met Jezus is aan de moslims. En zo hopen ze de moslims te bereiken. En ja, in principe ze te bekeren tot Jezus natuurlijk. Maar ze doen dat vanuit liefde. En dat is heel veel waard. Ze doen dat in Amsterdam, dus geef gul. Ik heb wel eens als ik hier zit, zeg maar, dan doe ik mijn portemonnee open. Dan denk ik, hey, ik heb alleen maar een briefje van 20, weet je wel. Moet dat erin of moet dat er niet in? Ik zou zeggen, gooi het erin, het is toch vaste tijd. Die komt eraan op woensdag. Hè? Dus net zo makkelijk als je 20 euro bij de McDonald's uitgeeft, zou ik het hier ook gewoon nu in de collectorzak doen. En dan kunnen we Bert en Jenny echt verrassen met onze gift. De bloemen zijn vandaag voor Jan en Jenny de Graaf om ze te bemoedigen. Heb ik ze gezien? Vooraan. Jan, willen jullie ze meenemen? Zijn voor jullie. Oké. Dan heeft Joost de Jong nog het laatste berichtje. En dan wil ik tegen Dirk Jan vragen om de dienst met ons af te sluiten. Joost de Jong heeft mij gemaild, er ligt een kwartaaltje klaar in de gang. De meeste van jullie hebben het al gezien. Maar hij heeft er ook bij gezegd, van als er nou buren zijn of bekenden die er vandaag niet zijn of die je niet zo vaak ziet, en dan neem even het kwartaaltje mee. En ik denk dat Joost bedoelde van frommel hem dan niet in de brievenbus bij de buren, maar bel even aan en vraag even netjes van, hey, ik heb je gemist en zo. Misschien nodig je wel uit voor de koffie, dan kun je vertellen zeg maar wat Dirk Jan ons vanochtend allemaal meegegeven heeft en wat je allemaal mee hebt gemaakt in de dienst. Dus gelukkig wonen er niet zoveel mensen in broek, dus ik hoef dat zelf niet te doen. Maar dan kan je daar gewoon, weet je wel, dan kan je gewoon het geloof gewoon praktisch maken, met een kwartaaltje. Dus van harte aanbevolen om dat mee te nemen en aan je buren die er niet zijn of bekenden uit te delen. Dirk Jan, mag ik jou vragen om... Ja. De brief eindigt, de tweede brief, met dit. En dat is ook voor jullie persoonlijk. Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. We zingen nog een slotlied. Wie is als hij?